Ik ben nieuwsbladjournalist Janko Beekman en tijdens de feestdagen mag ik cadeautjes uitdelen. Samen met Frankie van der Elst ontvang ik 5 van de grootste namen uit de Jupiler Pro League en vandaag zitten we aan tafel met niemand minder dan Charles van Houten. Welkom bij deze Shotcast special. Welkom bij Jingle Balls. Dag Frankie, dag Charles. Dag Janko. Dag Janko. Dag Charles. Frankie. Frankie, vandaag niet op verplaatsing, maar een thuiswedstrijd bij ons op de redactie op Linkeroever. En we mogen wel zeggen, we hebben ook hier ons best gedaan om er een fijne kerststemming in te steken. De kerstsfeer zit er helemaal in, vind ik. Mooie truitjes ook. Eentje van Union. Ja, daar vooraan. Dus perfect. En trofeeën uit uw periode bij KV Oostende, denk ik. Ja. Ja, nee. Zo lelijk waren ze. Zo lelijk waren ze nu ook niet, moet ik zeggen. De mensen die graag willen zien waar wij zitten, dat kan ook, want wij zijn sinds kort te zien op YouTube ook. Ook deze aflevering is daar integraal te bekijken. Mensen zullen dan ook zien dat we hier prachtige kersttakken hebben liggen uit de winkel van de kerstman. Hè. Dat zijn zo'n beetje kersttakken. Charles, ben jij een beetje een kerstman? Allee, fan van kerstmis? Ja, toch wel. Ik koop vaak voor iedereen van mijn familie een cadeautje. Vaak? Meestal. Rond dus, kerstmis dan? Ja, rond kerstmis. En ik verwacht, ik verwacht daar niks voor terug. Ah, je krijgt geen cadeaus? We trekken een naam. En van degene die mijn naam trekt, krijg ik wel een cadeau. Maar ik geef aan iedereen wel iets. Echt aan iedereen? Ja, aan iedereen. En dat is dan met het idee van, ik ben profvoetballer. Nee. Alleen ik weet dat niet, dat je dan niet het grote budget hebt of zo. Grote familie? Dat ook niet. Maar wel van, ik geef graag. Ja. En dat is wel altijd leuk om dan de reactie te zien van die mensen aan wie dat je geeft. Je geeft liever dan dat je krijgt. Ja, zo is het eigenlijk. Dat is mooi. En wat staat er zo bij jullie op het menu met kerstavond? Goh, met kerstavond ga ik naar de familie van mijn vriendin. En de meme kookt dan. En zij wil voor iedereen goed doen. Dus dat is dan aan iedereen vraagt ze, wat wil je als hapjes? Dus Amai. Dat is dan alles wat er... Wat wilde jij? Wat wil ik als hapje? Foie gras, maar ik ga wel... vegan foie gras. zo die zaken dan als voorgerecht, een kaaskroket of een garnaalkroket, zo van die zaken. Wel voetballen nog. Twee dagen later. Was die Hans van Aken tegen wie je moet voetballen dan? Was dat niet een dag ervoor dat hij nog Hans van Aken, die gaat speciaal kerstmis vieren, 19, vanavond al. Ja. Maar ook nog de 25e, geloof ik. Ja, maar dat ging een beetje inhouden, denk ik. Ja. Dat voor de bot. Je moet losgaan. Hans, laat je gaan. Moet jij dan een beetje inhouden zo met de wijn en zo? Of zeg je in het algemeen geen wijn van? Nee, ik ben niet echt wijn van. Maar je let er toch wel op. Zeker omdat je de 26e nog een wedstrijd hebt. En zeker ook wat voor wedstrijd dat ook is. Dat is een mooi matchje. Club Brugge. Ja, Club Brugge. Dat is voor u een match met een speciaal kantje ook wel? Goh, speciaal kantje. Omdat ik van Cercle kom dan. Misschien daarom. Ja, toch wel. Maar ik denk sowieso iedere topmatch is een match waar er veel mensen naartoe kijken. En waar dat de spanning altijd... er hangt altijd een leuke spanning in de lucht, vind ik. Maar voel je... gaat die match toch iets anders zijn? Omdat het niet met Cercle is dat je er tegen speelt, tegen Club? Want, wordt dat toch altijd serieus opgepompt als tegen. Ja, ik denk dat voor Cercle inderdaad een topmatch is dan de andere. Ik denk dat ook zo is dat voor Cercle meer wordt opgepompt dan voor Club, als het Cercle Club is. En nu bij Union, dan het draagt dat wel nog altijd mee. Mm-hmm. Ook van in de jeugd, dat het tegen Club is. En ook hoe dat je draait of keert. Heel veel vrienden van mij zijn clubsupporters. Ja. Dus... De eerste match dat we wonnen, is dan altijd leuk dat je ze wel kunt uit de tent lopen, zo op die manier. Dus, jij gaat wel voorzichtig moeten zijn, want jullie spelen dit weekend tegen Eupen, als ik me niet vergis. En jij staat op 4 gele kaarten, dus jij riskeert die wedstrijd tegen Club Brugge te missen. Ja, maar niet jinx, nee. Nee. Dan moet jij maar, sorry. Nee, inderdaad. Wat met de remmen proberen te spelen. Ook al is dat niet echt mijn stijl. Twee speeldagen later tegen Anderlecht. Dus je moet echt wel opletten wat je doet in de komende match. Het is toch niet Quentin Pirard of zo die scheidsrechter is? Want die zwaait er nog wel op los. Nee, het is Laforge. Ik heb al gekeken. Heb je al gecheckt? Ja, ik heb al gekeken. Doet je dat voor elke wedstrijd? Gaan zien wie het erin is? Nee, niet altijd. Maar meestal wel in de opwarming. Als we de naam niet meer weten. Dan vraag ik wel, hoe noemt hij weer? Je roept echt de naam van de rem altijd? Tijdens de wedstrijd wel.
Ja, omdat het dan makkelijker communiceren is. En hij dan ook, als je op je positie staat en je wil iets zeggen tegen de ref, dan bijvoorbeeld nu van het weekend was Bert Put. Ja. Dan roep je dan... Bert! Ga je job, Bert? Ja, niet Bert. Is toch je fout? Op die manier. Ja, ik ben even gespeeld bij een Franstalige ploeg. Als je dan Put roept natuurlijk, dat komt minder goed over. Je moet je trouwens bedenken, Sherla, want je bent naar hier gekomen op je vrije dag. Je had 2 dagen vrijgekregen van Alexander Blessin. En toch gedacht van, toch naar Shotcast. Ja, inderdaad. De persverantwoordelijke vroeg na de wedstrijd, komt hij naar mij en die zei, ja, Shotcast afzeggen of niet? Maarten, we noteren. Ik zei, nee, we gaan het laten. Maar ja, doe dat wel een keer graag. Niet voor iedere keer, maar ja, met Frankie ook. Mooi. Ja. Maar Blessin in die vrije dagen, dat is wel een dingetje. Hè? Want vroeger bij Oostende waren er ook al van die fragmenten waar dan... Ja, aan de spelers meedeelden die het dan uit hun dak gingen. Is hij er nu ook heel scheutig mee met die vrijdag? Krijgen jullie er veel? Ja. Toch wel. En ook die e-spaart zo ook. Dus bijvoorbeeld als we in het weekend, meestal als we winnen in het weekend, met een clean sheet, dan krijgen we 2 dagen. Of als we winnen, krijgen we 2 dagen. Moet niet altijd met een clean sheet zijn, maar dat zegt hij wel soms van, ja, jullie hebben gewoon vandaag met een clean sheet, maar als we dan de donderdag spelen, dan kan hij eigenlijk maar 1 vrijdag geven. Okay. En dan zegt hij, ja, ik heb een olifantengeheugen, ik herinner nog deze vrijdag dat je nog gaat moeten krijgen. En is hij altijd juist? Want onze baas, Ludo van de Wallen, die moet ook voor onze vrije dagen zijn. En die is er echt heel, heel goed in. Die, als ik iets vergeet in te veel, die weet dat. En Blessin dus ook. Ja, die zegt... dus dan zegt hij, ja, van die keer... of dan zegt hij, ja, jullie hadden nog 2 vrije dagen te goed. Dus nu krijgen jullie die dag extra voor... Moet hij wel op tijd wegwerken? Of is het op het einde van het seizoen met een week recuperen? Als je aan de play-offs moet gaan spelen. Dat is ook niet ideaal. Maar ik had wel gehoord dat er ook echt een vast systeem is. Blijkbaar dat als jullie met 2 goals verschil winnen en een clean sheet houden, dat je dan sowieso 2 dagen krijgt. Ja, het is eigenlijk zo. Ah. Ja, op die manier. En dus daarom dat Anthony Maurice na de wedstrijd tegen Charleroi zeer boos was. Ja, ik denk niet dat het voor zijn 2 dagen was. Ah, okay. Maar vooral voor de clean sheet. Maar dat is nu... een belangrijk klassement geworden voor de kippers. Ja. En ik snap dat wel, dat je dan, ook al is die overwinning binnen als kipper, dat je niet graag die ene bal dan toch nog ziet binnenvliegen. Ja, want ik denk dat een kipper ook wel fijn vindt als hij daar samen ziet van oké, ik sta daar op kop in de rangschikking van de clean sheets. Want ja, veel meer is er ook niet voor een kipper. Hè. Meestal worden ze scheef bekeken als er een keer een bal binnenvliegt. Ja. Dus ik snap dat wel. En dat maakt ook de sterkte, denk ik, van Union. Hè. Want elke speler op zijn manier heeft daar toch een zekere winnaarsmentaliteit. Ja, dat is zeker zo. Je zei het al, voor Frankie van der Elst kom ik graag naar Antwerpen. Hoewel ik ook in Antwerpen woont voor Union, want jullie trainen in Lier. Goed. Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? We hebben elkaar al een paar keer gezien, hè. De vorige keer, we kennen elkaar eigenlijk niet super goed, maar ik heb erover nagedacht. We hebben een keer samen gezeten, toevallig, in de comptoir, toen hij er zat. Op café, uiteraard. Ja. Altijd hetzelfde bij mij. Hij zat daar met Patrick Vervoort. Patrick is zijn makelaar. Mocht ik daar even gaan bijzitten, een fijne babbel gehad. Ook een keer langs het Toevenveld op de club, een jeugdmatch was ik daar aan het kijken, dat jullie de laatste training hadden, denk ik, op een zaterdag. Voor een wedstrijd, dat was denk ik al de periode dat hij meer mocht meedoen, als ik me goed herinner. En dan over het laatst nog een keer, maar dat ben ik nu even kwijt. Ja, begin dit seizoen met Sinaline toch? Ja, dat was... Ik vond, heel eerlijk, Charles, dat was een gênant moment voor mij. Ja, ik weet dat nog. Ja, ik het opraken waarom ook. Ik weet dat. Dus ik kwam uit de schmink. Het was zo'n XL-match. Het was de eerste match tegen Anderlecht. De eerste match van de competitie. En ik kwam uit de schmink en het trapjes op daar in de catacombe. Ja. En wie komt er daar gegaan? Dus Charles en Senneline, die ik ken van bij de U19, de nationale ploeg. En zo een beetje babbelen. En ja, bij ons is daar een ding van, ja, hoe spelen de ploegen? En ze komen daar gegaan. Ik loop er eigenlijk op en ik vraag ze, ja, hoe gaan jullie spelen? En ze zeggen, oké, Senneline speelt en Charles speelt ook. En ik ben heel eerlijk en ik verschoot een beetje. Ik had niet verwacht dat hij aan de aftrap ging staan. Nieuwkomer. Iedereen, ik ga niet voor iedereen praten, maar voor mezelf. Dus ik verwachtte Lazari aan de aftrap. Maar, dus hij speelde en ik
ik was wel even verschoten. En ik kon dat ook niet wegsteken. En ik zei het ook. Oei. Verschiet zo, Frankie. Goed begin van het seizoen. Wel een goede match trouwens toen tegen hem. Dat was nog de extra motivatie van Tonneke toon aan Frankie. Dat ik heb op scherp gezet. Dat is die clubcirkel dat er in hangt. Uw papa is toen na de wedstrijd volgens mij onze collega Jurgen Geril tegengekomen. Die Anderlecht-watcher is. En die heeft dan ook iets geroepen van... Geef hem maar een 9, hè. Die zei dat dan. En dat komt dan in de krant. En dat was die... Oh, we staan in de krant. Met de krant. Dat is oké. Okay. Papa had trouwens ook opgemerkt dat er een rode draad zit in de gasten voor Jingle Balls. Toch? Ja, klopt. Die stuurt me een berichtje van... dus ik had dat nog niet gezegd, omdat we elkaar niet zo vaak meer zien. Maar we bellen wel regelmatig. Mm-hmm. En die stuurde dan een berichtje van... alle gasten in de shotcast zijn allemaal met VAN. Dus van Aken, van der Elst, van Houten, van Wommel, van Azenbroek. Van Beekman. Ja, we zoeken een nieuwe host. Ja, dat is enkel de host. Dan zegt hij Beek. Dat is een klein probleem dat we nog zullen moeten oplossen. We hebben nog een paar dagen. Volgt je papa zo? Ja. Zo, okay. Nee, perfect, we spelen op elkaar in Frankie. Van jou, zo, ook wat er verschijnt, wat uiteraard de matchen zien, logisch natuurlijk, maar... Dat weet ik niet, want niet alles dat verschijnt, babbelen we over. Maar vooral over de wedstrijden. Over de wedstrijden is die... Praat u veel. En die is altijd... vroeger was die heel kritisch. Ja. Nu is dat al wat beter. Ja. Maar het is toch nog steeds kritisch. Ik vind dat wel goed dat je dat zegt. Dus ik heb met mijn vader discussies gehad. Totdat ik van RWDM naar club ben gegaan. En dan was dat gedaan. En hoe komt dat dan? Dat leek dan zo precies van, ah ja. Ja, wel, hij zal nu toch wel beter weten dan ik. Ja, dat is echt waar. Natuurlijk ook, wat Charles zegt, toen ik in Brugge ging, zag ik hem ook niet elke dag. Nee, dat is lang dat ik bij RWDM speelde. Ja. Zo goed als elke dag. En van als ik daar voetbalde, eigenlijk al bij Lombeek, was dat iedere keer discussies. Maar toen ik naar club ging, was dat niet eens gedaan. Ja. Toen... Luistert jij zelf veel naar podcasts? Leest je zelf wel kranten? Dat hangt ervan af. Dat is soms van moment tot moment. Maar nu, als ik zo de route moet doen van Antwerpen, dus van Kortrijk naar Antwerpen, of Antwerpen-Kortrijk, ja, zou ik wel een keer een podcast durven luisteren. Frankie en Frankie, goed, hè? Ja. Ah, is serieus, hè? Soms Frankie en Frankie. Ah, soms goed of soms luisteren. Dat hangt ervan af. Ook andere podcasts, zoals crime in Belgium en zo. Okay. Ja, in de auto dan. Stemmen van Assise hier. Ja, de mooie. Zo, ja. Dat wordt ook hier opgenomen trouwens. Ja, maar die hebben niet zoveel mooie versieringen. Frankie, ik heb u helaas nooit zien voetballen. Daar ben ik iets te jong voor. Maar Charles van Houten, kunnen we die een beetje met u vergelijken qua stijl? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Qua stijl denk ik niet. Nee. Denk dat we toch... Alleen qua positie dan? Ja, qua positie uiteraard. Charles speelde vaak met twee naast elkaar, ja. Toch? Terwijl ik daar meestal alleen stond. Want zo was dat in de tijd wel. Bij RWDM, bij club ook. Ik heb ook natuurlijk achterin gespeeld, wat er soms wel was, dat ik bij de club onder George Lekes natuurlijk, had ik er drie in mijn rug, zoals Charles. Ja. Dat is dan vergelijkbaar. Maar qua stijl zijn we gewoon anders. Ja. Maar ik denk dat wel, ja. Is hij net als u een van de meest onderschatte spelers uit de Belgische competitie? Ja, zeker. Maar ik moet dan ook eerlijk zijn. Oei, dat is zo de rode draad. Ja, ook ik behoorde tot die mensen die Charles lang onderschat hebben. En ik moet zeggen, hij speelt gewoon heel erg goed. Hè. Ook die eerste match tegen Anderlecht was heel erg goed. Ik heb hem nog niet echt een slechte wedstrijd zien spelen. Er zijn wel dingen waar dat ik van denk. Spel kantelen. Hè, dat, maar daar hebben we het toen in het café over gehad. Ja. Dat dan niet mocht van Taalhammer. Ja, dat was eigenlijk de tactiek van Taalhammer was eigenlijk van als de bal aan één kant zit en je verliest de bal, sta je met heel veel volk aan dezelfde kant. Ja. Dus dan stijgt het procent om daar de bal terug te recupereren. Ja, ja. En van daaruit terug te voetballen.
Dus die wilde zo weinig mogelijk veranderen van kant om in feite wel, ja. Al het volk bij elkaar te houden. Terwijl dat je soms, of toch vaak, daar de ruimte hebt. Ja. Want als je tegen een andere ploeg speelt die veel mensen naar de kant van de bal duwt, ja, dan ligt aan de andere kant de ruimte. Nee, maar dat vind ik een aspect van het spel van Charles waar ik van denk dat beter kan bal krijgen. En dan gaat het soms te vaak terug dezelfde kant uit. Waar ik van denk, draaien, andere kant. Maar voor de rest, speelt hij gewoon heel erg goed. Hè. Een van uw voorbeelden, Sergio Busquets, heb ik gelezen. Klopt dat? Ja, nu wel. Omdat ik meer en meer op die positie speel. Maar vroeger speelde ik wat hoger. En dat was misschien Iniesta. Ah, okay. Maar nu dat ik echt een 6-6 speel, misschien wel Busquets ook wel. Omdat hij gewoon een voetballend subliem. Wat vind je van jezelf dat je meer een 6 bent dan een Iniesta, zou ik dan maar zeggen? Ja. Omdat je het meer spel voor jou. Ik heb het spel voor mij nodig. En meestal ook als ik met de rug naar doel speel, dan merk ik ook wel van mezelf dat ik wel een goede kaatser ben. Ja. Maar ik denk dat we meer jongens nodig hebben. Door te draaien. Ja, doordraaien. Ja. En ik ben meer iemand, ik ga dan misschien kaatsen om dan daarna opnieuw ruimte te zoeken. Mm-hmm. Om dan zeker te zijn dat je genoeg tijd hebt om door te draaien. Mm-hmm. En nu hebben we daar spelers bij ons. Dat is een heel ander gevoel, rijtje hoger spelen. Mijn ervaring, dus hoe hoger dat je komt in het veld, hoe moeilijker. Ja. Dat is... Die Miles van Aken ook wel even over gisteren, inderdaad. Ja, dus... Het moet sneller gaan ook. Goed. En je hebt vaak de benen in je rug, dat is wegdraaien en zo. Mm-hmm. Iedereen is geen verscharen die zo gezwind kan wegdraaien, rechts of links. Of Hazard, om dan de allergrootste te noemen. Dus, logisch. Over Union. Iedereen lijkt nog altijd wel fan van Union, al jarenlang eigenlijk, door de manier waarop ze voetballen, door wat dat er rond die club hangt. Is die ploeg eigenlijk even leuk om in te spelen als om naar te kijken? Ja, ik denk misschien nog leuker om erin te spelen dan naar te kijken. Zeker omdat we een hele goede groep hebben, qua mentaliteit en ook qua karakter. Ik denk dat er wordt daar ook op gescout. En ik denk dat eigenlijk zo onze... ons samenbrengt eigenlijk ook. En ik denk dat je dat wel terug kan zien op het veld ook. Ja, en waarin uitziet het dan? Wie zijn de sfeermakers in jullie ploeg? We zijn eigenlijk met een hele grote groep die wel zorgt voor de sfeer. Je hebt zo wat de Puertas en dan La Poussin en zo. En dan heb je wat Maurice, François en dan ook de Engelstaligen. Dus er zijn wel groepjes in die kleedkamer? Ja, maar iedereen kan met elkaar babbelen. En er gebeurt een keer dat indien van daar naar daar en dan een keer daar babbelt. Dus het zijn niet echt groepjes, maar je merkt toch wel zo... dat er, als je met iemand moet babbelen, bijvoorbeeld de Gustavus van Zweden en dan de Rasmussen van Noorwegen, dat die samen, elkaar een beetje opzoeken. Ja, dat is logisch ook. Ja, dat is logisch. Ja. En wie dat de leiders zijn, dat moet ik misschien ook niet vragen. Hey, Burgess zal wel een leider zijn, Maurice ook wel. Ja. En hoe uitziet dat dan? Is het dan, geven die veel speeches in de kleedkamer? Zijn dat de mannen die moeten rondgaan om de boetes te verzamelen? Wat doen die dan? Goh, bij ons is het niet echt... ik denk dat nu nog maar net een boetesysteem is. Ah, echt? Ja, hebben blessing ingevoerd dan? Ja, denk het wel. Of, was het staf. Was het dan nodig? Misschien wel. Ja? Misschien wel. Wat lakser? Of, Ja, maar ik denk dat een beetje de stijl is van Union. Ik ga ermee. De eerste oefenmatch speelden we op Nijlen. En dat was in de avond, dus de derde amateurploeg. Mm-hmm. Maar we trainden nog ervoor om 2:30. En om 1:30 moesten we aanwezig zijn. En ik herinner me nog dat er een speler, ik ga niet de naam niet noemen, 5 minuutjes, dus 2:25, komt hij toe met zijn rugzakje, like de eerste schooldag. Een rugzakje, even denken. En die had zo 5 minuten om zich nog om te kleden. En ik weet nog, ik kwam op het veld, dus de weg van de kleedkamer naar het veld. En ik zat heel, allee, dat kan toch niet, ik kom hier 5 minuten. Dat is een lieve cafévoetbal. Ja, dat was. Maar ook de groep accepteert het en
En boetesysteem, is het dan met een rat of een vaste lijst van te laat komen, niet zoveel euro boete? Dat is vaste lijst bij ons. En wat moeten we ons erbij voorstellen, te laat komen, wat kost je dat? Te laat komen, ik zou ik denk te laat komen, 100 euro. Oh. En op wedstrijd dat, 200 euro of zo. Ja, maar wel, je mag nog wel meedoen. Je mag niet meer starten, maar zit wel op de bank. Ah, oké. Okay. Nee, dat is misschien een grotere straf dan die 100 euro nog. Dan. Dus de coach is daar wel, is wel discipline. Dus, is dat al gebeurd? Zonder namen te noemen? Ja, dat is iemand die eigenlijk ging spelen, maar dan te laat? Dat is wel het voordeel van die ruime kern die ze dit seizoen hebben ook. Misschien dat je makkelijker kunt wisselen en dat kunt afdwingen. Want die, in het begin heeft hij het gedaan. En als dat met iemand anders gebeurt, dat je zegt van kun je hem er wel uitzetten. Maar dan, de coach is echt... Wel consequent dan. Ja, en die is... anders verlies je ook wat je vertrouwen. Je geloofwaardigheid. Dus die trekt alleen door. Dus, het is dus iemand die ook dag ervoor zijn ploeg zegt altijd. Jullie weten... Meestal wel. Tenzij als we donderdag spelen en dan de vrijdag en de zaterdag. De zaterdag op training doen we dan geen... tactiek, dan weten we het niet. Dan is het een spanning afwachten. Dus dat weet je ook niet als je te laat bent. Als je gestraft bent of niet. Ja, dat is wel een goede manier om iedereen altijd op tijd te laten komen. Natuurlijk. Je zei van, ben ik hier in een caféploeg beland? Zijn jullie een ploeg die ook veel doet samen naast het veld? Dat samen op café gaan bijvoorbeeld, dat soort zaken? Maar dit is nu niet frame dat je een caféploeg is. Nee, kan zeker niet titelen. We doen wel redelijk veel naast het veld. Omdat we ook wel jongens hebben die moeilijk kunnen stilzitten. Ik denk dat bij een Lapoussin, die doet altijd iets. Moet hij zijn dansje kunnen doen. Om een keer kunnen bewegen en wat volk zien. Dus als er een concert is in Brussel, ik heb zoveel kaarten, heb geen zin om mee te gaan. Er wordt veel gedaan. Concerten, dan kijk ik naar Frankie van der Elst. Dan ben ik wel benieuwd. Het was een concert nu in Brussel, ergens in het circus of zo. Ja, Koninklijk Circus. Ja, van Franglish, een Franse rapper. We zijn Frankie kwijt. Dus, ja, Koninklijk Circus, een mooie buurt. De Luik kwam dan naar mij. Ja, die had al mee. We hebben een zotte plaats naar zo'n film van voor. Kom. Ik zei, ik ben dan natuurlijk niet mee geweest, maar ben niet mee geweest. Waar is uw muzieksmaak zo'n beetje? Ja, ik ben heel uiteenlopend, denk ik. Mijn broer is zo meer Dire Straits en zo. Okay. En ik ben wel door de voetbal, zo die Nu en Union, die Franse rap. Dan ook wat gewoon commercieel pop. Ik heb wel verschillende muzieksmaken. Wie is er DJ in de kleedkamer? Louis, Puertas en Elton Cabango. Oké, die wisselen elkaar af dan. Ja. En wie heeft de beste smaak? Dat kun je wel zeggen. Het is alle drie gelijk, maar ik denk dat Puertas ook nog met zijn Spaanse liedjes ertussen komt. Dat is wel goed. Ik ben fan van Spaanse muziek. En Pommelin thuis. Ben jij gisteren nog geweest, Frank? Nee, ik ben niet meer. Nee. Janko, we zouden gaan. Jij hebt afgezegd. Ja, dat klopt. Dus je moet nu niet doen alsof ik... Nee, dat is waar. Nee, jij hebt afgezegd voor Pommelin thuis, dus ik zat thuis daardoor. Ja. Ik heb wel mijn plaat hier. Maar ik heb wel een dochter... je hebt de foto's gekregen. Ja, dat was heel lief. Dochter die is geweest. Maar mag ik nog iets vragen? Tuurlijk, heel graag. Je zegt het voelt anders aan bij Union. Maar ik bedoel, je hebt dat over de sfeer, maar ik wil het breder trekken. Het hippe, het volkse ook langs de ene kant. De supporters zijn, moet ik zeggen, vredelievend. Staan open voor alles en iedereen. Voel je dat eigenlijk? Gaan jullie vaak naar de supporters? Ja, toch wel. Ook omdat je nu, als we in het Marien spelen, dan na de match heb je daar Union Taverne. En de straat staat daar helemaal vol. Ja. En dan moeten we eigenlijk door dat volk. Je kunt ook meegaan met de bus. Maar als bijvoorbeeld je vriendin met een auto komt, dan is dat in de Audi-garage. Ja. Dus dan is dat met een shuttlebusje. Dus, en dan moet je door dat volk. Ja. En dan voel je wel, soms hebben ze al wat te veel op, maar je voelt gewoon, die zijn zo positief. Oké, het gaat nu ook wel goed. Ja. Maar
ook als we verliezen, de eerste keer dat wij verloren 4-0 en Mechelen, moesten wij ook naar de supporters, daar Brussel, Maville. Mm. En ik stond daarbij van, als we iedere keer verliezen, dan gaan we hier zo staan zingen. dat je dan denkt van, ik hoop toch wel dat we veel winnen van dit jaar. Want, leuker om dan te zingen. Ja, omdat je daar ook zo staat van, je zit hier nu te zingen en je zit aan het hoogelt dat je verloren hebt. Dus positieve supporters. Dat mogen we wel zeggen. Ja. Over die groep was ik nog benieuwd naar zo'n Mohamed Amoura. Dat is dan een jongen, die kan geen Frans, die kan geen Engels. Als wij die willen interviewen, hebben wij ook een tolk nodig. Hoe communiceren jullie daarmee in de groep? Je bouwt wel Frans, maar in beperkte mate. Dus dat is een jongen die eigenlijk van een streek komt in Algerije, uit de bergen. Ja. Dus zijn moedertaal is Arabisch. Maar je hebt veel Algerijnen die gewoon in een steen wonen, die al goed Frans kunnen. Maar die kon nog geen Frans. En dat is nu 2 jaar dat hij eigenlijk gedeeltelijk Frans kan. Ja. Dus zijn Frans is wel echt verbeterd, maar je kunt daar wel mee communiceren in Frans. Maar zoveel interviews, het is vaak beperkt. Dus, op high level zagen we een keer dat Nordin Jebari. Ik weet dan niet in welke taal ze spraken, maar het zal wel niet in Frans geweest zijn. Het zal in het Arabisch zijn. Over Amoura heb ik een vraag gekregen van mijn collega Koen Frans. Die vroeg, hoe lang kan jij Amoura bijhouden in een sprintduel? Het mag ook in centimeters uitgedrukt worden. nee, dus Amoura zegt altijd, dus Mo, zegt altijd tegen mij La Grinta, zegt hij altijd. Omdat ik een beetje... Ja, met Grinta speel. Ja, met Grinta. Dus die weet ook op training, als die probeert te sprinten, dan lach ik hem om. Dat is, echt? Voordat hij vertrekt? Ja, voordat hij vertrekt. Dat is een truc voor de tegenstanders ook dus. We hebben het eigenlijk al vaak gehad over, wat maakt Union nu zo goed? En dat is iets dat heel moeilijk is om de vinger op te leggen. Het gaat dan over die mentaliteit. Ziet jij nog dingen, Frankie? Kwaliteit sowieso ook. Hè, want alleen op mentaliteit, karakter, noem het allemaal maar op, blijf je natuurlijk niet overeind. Ze hebben zeker kwaliteit, maar Puerto, Samura, achterin maken ze weinig fouten. Geen fouten eigenlijk, met Machida, Burgess, McAllister, die ik enorm gegroeid vind in de eerste match tegen Anderlecht vond ik hem, dat ik dacht, oei, vond ik niet zo geweldig, maar is alleen maar beter geworden, vind ik. Dus manier van spelen ook. Aanvallend, niet zo direct, zit ook voetbal in. Mm-hmm. Mocht je wel van kant veranderen nu? Ja, maar daar heb ik ook nog wel een vraag voor Charles. Wat gaat nu bij Serke, Talammer, Muzlik? Nu blessen, toch alle drie min of meer dezelfde school. Mm-hmm. Maar is dat ook wel zo? Benaderen ze echt op dezelfde manier het voetbal? Op een bepaalde manier wel, maar er zijn altijd andere accenten. En ik denk dat, want ik babbelde nu ook voor de wedstrijd tegen Liverpool, babbelde ik ook eventjes met de coach, dus met Blessin. Maar ik kan jullie geen klop. Nee. En die zei ook, die begon ook veel te praten over Italië, dat hij ook zei van als we daar een doelpunt scoorden, dan ging die automatisch allemaal achteruit. En die wilde hoog op het veld blijven. Ja. En die zei ook van, en ik merkte daarin wel dat Italië hem deugd heeft gedaan, omdat hij zo is blijven evolueren als coach. En nu is dat ook, brengt hij heel veel aan met de bal ook. Oplossing van, kijk, we kunnen daar ruimtes, ook omdat hij weet dat er de kwaliteit ervoor is om te voetballen van achteruit. Maar ook dat hij zelf met oplossingen komt van, oké, kijk, daar is de ruimte, we kunnen dat op die manier gaan uitvoeren. Dus ja. Hij is blijven groeien als coach. Ik denk wel dat hij nog altijd evolueert en hij zegt dat zelf ook. Dus aan de bal eigenlijk rustiger dan bijvoorbeeld Muzlik bij Serke, waar naar voren is. Talammer, daar hebben we het al over gehad. Ze mocht recupereren, moest direct diep en niet 5 meter, maar 20 meter geloven zijn. Het is iets wat andere stijl soms, vooral in balbezit. Omdat Blessen zei ook, als die toekwam, van we proberen als we recupereren zo snel mogelijk vooruit, maar lukt het niet. Dan gaan we hem in de ploeg. Liever in de ploeg. Ja, want we moeten uitrusten. Ja. Om dan opnieuw, als we de bal verliezen, direct die counterpressing en zo. Ja, minder extreem dan cirkel. Minder rush dan cirkel was echt van...
ja, de bal onderscheppen, diep, en dan terug aansluiten. Vermoeiend. Ja, dat was wel... ja. Ik denk ook, als moest Cerco bijvoorbeeld het programma hebben nu van Union, dus om de 3 dagen bijna, 3-4 dagen. Is dat niet te doen, of wat? Ja, dan denk ik dat dat is wel... Nu herinner ik mij ineens de aftrap. Cercle Union. Jij deed een aftrap en je trapte... Wat was daar de precieze reden van? Bang voor die pressie? Allee, bang te snel? Nee, niet echt. Dat was eigenlijk... kwam toe op de club. En Gustav, dus Nielsen, die zei tegen mij... Ja, we gaan iets zwaar zot doen. Had de bal jongleren en had hem zo hoog mogelijk trappen bij de aftrap. Maar ik dacht dat die echt... Ja, die is hier aan het zeven. En opeens, ik zit voor de training en de fitness mijn programma aan het doen. En opeens Tim Smolders, die deed bij Union de stilstaande fases. En die komt naar mij met een video. Ik zeg, morgen gaan we iets speciaals doen. En die toont aan mij. En ik kijk zo naar hem van... Zijn je serieus? En dan begon hij wel uit te leggen wat erachter zat. En toen kon ik hem wel volgen. Omdat we wisten dat eigenlijk Cercle direct ging druk zetten. Ja. En eigenlijk moest hij een bal eigenlijk botsen voor het half maandje, dat hij terug in de lucht gaat in het half maandje. En dan dat Nielsen eigenlijk probeert door te koppen naar Amoura. Het is ook al niet makkelijk om die bal precies daar te krijgen. Ja, maar op training doen we twee keer perfect. En dan eigenlijk in de match botst hij ietsje te veel ervoor, waardoor dat we wel het cirkel trapt aan buiten. Oefenveld te klein eigenlijk. Maar we bleven wel in balbezit. Dat is ook al iets. Maar goed, dat was eigenlijk het idee erachter. En dan was het ook, zijn er veel van, ik heb dat nog nooit gezien. Maar het was wel degelijk, ik denk dat Rayo Vallecano was, die er zeker al 10 of zo gedaan hadden in La Liga. Dus het was echt al... Hij was echt blessing dan, die moeit zich daar gewoon niet mee. Die moeit zich er niet mee. Ja. Mooi. Het ging net over kwaliteit. Frankie zei, er is wel veel kwaliteit bij jullie ook. Dan ga ik het ook over scouting. Er wordt ook veel over gesproken, dat er heel uitgebreide scouting dossiers zijn bij jullie. Wat wisten ze allemaal over u toen je... naar Union ging? Vooral ook over op voetbalvlak veel, maar ook gewoon hoe dat je bent als persoon. Die kunnen heel goed inschatten hoe dat iemand is als persoon. En die hechten daar ook heel veel belang aan. Dat gebeurt wel nog eens dat ze de bal misslaan. Maar meestal zitten ze er rechtop. En dat is dan Chris O'Loughlin. Ja. Met de... Gauthier, Carton en Jean-Paul. Dat zijn eigenlijk de drie recruteurs eigenlijk. Okay. En die gaan eigenlijk uit van, of Chris gaat eigenlijk uit van het principe dat hij wil geen rotte appels in zijn groep. En hoe weet je dat op voorhand? Ja, door zo hard door te gaan. Maar bij wie halen ze dan die informatie? Ik bedoel, bij wie gaan ze, komen ze om te vragen hoe zit de Charles van Hout in elkaar? Wat van een gast is dat? Wat doet hij op trainingen? Ik ben nu... in mijn tijd in Tubis heb ik samengespeeld met Naïm Arab. Ik weet niet of jullie dat iets zegt. En die zat in de werking van Union. En dus die zal waarschijnlijk al wat gezegd hebben nu dat ik in elkaar zit. Ja. Maar ik denk ook voor andere spelers dat ze wel gaan bellen, bijvoorbeeld naar een makelaar in Duitsland die dan daar iemand kent die er al een keer mee gewerkt heeft. Er komt daar wel veel werk in. Tubize, je noemt het. Ja. Hoe zijn ze daar terechtgekomen? Dat is nog maar vier jaar. Ik kende niemand. Dat was tweede amateur toen? Eerste amateur. Ja, dat was eigenlijk... dus ik had net in 2019, denk ik, gespeeld in play-off 2. En toen eigenlijk met het idee aan het seizoen gestart van oké, misschien dat ik van het seizoen wat meer speelmogelijkheden ga krijgen. En dan was het eigenlijk zo dat de spelers die gehaald werden in de eerste wedstrijden niet goed genoeg waren. Nee. Dus ze moesten dan nog nieuwe spelers gaan halen. Maar die spelers die ze al gehaald hebben, konden ze niet terug wegdoen. Nee. Dus ik was eigenlijk op overschot. En dat was dan de laatste week van de transferperiode. Dat ze zeiden van kijk, je gaat weg moeten of ga je terug naar de beloften. Maar ik vond dat mijn niveau al te hoog. Ik was de beloften ontgroeid. Dat was ook nog niet zoals nu, dat je volwassen voetbal speelde, dat was nog onder elkaar.
En toen waren er eigenlijk twee opties, RWDM of Tubize, beide een eerste amateur. Maar ja, de trein... Ik dat je Tubize boven RWDM hebt gekozen. Dat maar, kan toch niet? Ik ben gaan babbelen met RWDM, met de voormalige voorzitter, Dai. Dai, ja. Maar de trainer was net ontslaan. Ah, oké. Okay. Dus ja, en Van der Biest, Fredje Van der Biest was er nog niet. Dus, de Robbe, dus de Koster zat al in Tubize. En ja, de Robbe zat mij te bellen en te sturen van, oh, gaat hier zeker spelen? Kom naar hier, we hebben nu nodig en zo. En ik zei, ja, nu is het belangrijkste dat ik speel. Dus ben dan naar daar gaan en zo ja, ben ik bij Tubize beland. 19 matchen geloof ik, zeg. Ja, zoiets. Het was dan ook corona. Ja, corona. Oké. Okay, Niet de beste periode misschien om daar te zitten, ook niet dan? Nee, het was lastig. Maar het heeft jou wel geholpen, zeg. Die 19 matchen. Ja, want nu praten we daar ook over met Guillaume en Anto, Maurice. Die hebben ook in eerste amateur en vierton gezeten. En soms praten we daar ook over. Dat je daar eigenlijk de basis van het voetbal leert. Omdat je hebt veel minder ruimte. Het is veel meer duels. Slechte velden. Dus nu, als ik nu bijvoorbeeld Europees speel op die biljarts, dan denk ik soms nog van, ik wil nooit meer op zo'n velden spelen. Maar goed, ja, je leert wel, je leert van je afzetten en je leert de basis van het voetbal. Dus je bent blij dat je het ooit wel hebt gedaan? Ja, nu wel. Maar toen, als je mij dat toen ging gezegd hebben, dat is hoeveel spelers keren er van eerst amateur terug naar het profvoetbal. Ja, dat is bijna nihil. Ja, inderdaad. De meeste gaan toch op de een of andere manier een beetje verloren dan. Ja. Dat is wel knap. Iets waar het ook heel vaak over gaat, als het over Union gaat, dat is het premiesysteem en hoeveel winstpremies dat jullie krijgen. Ik heb hier een passage uit het boek Aller Union, dat over Union is geschreven. Daarin zegt Philippe Bormans, iedere speler krijgt €700 per punt. Chris O'Loughlin voegt eraan toe. En een dubbele bonus als ze twee wedstrijden op rij winnen. Soms krijgen ze bijna €20.000 aan bonussen in één maand. Denk jij zelf dat er iets is dat meespeelt bij jullie, dat premiesysteem? Ja, ben daar zeker van. En op welk... Allee, wordt daarover gesproken in de kleedkamer bijvoorbeeld? Ja. Voor iedere match vraagt Mo... c'est quoi la prime? Hangt dat af? Wedstrijd per wedstrijd? Ja, dus Europees is nog meer. Okay. En dan voor de competitie is het ook van, ja, waar zijn we nu? Welke match hebben we gewonnen? Ik denk dat ook de lonen en Union zijn niet om te zeggen dat ze zo hoog zijn. Maar met die premies kun je wel echt een boost krijgen. En ik vind ook in een competitie dat dat nog altijd een gezond systeem is. Dat je, als je wint, krijg je beloning. Ik denk dat is een beetje zoals wij in tijd bij club ook. Hè. Lage maandwedden, maar ook hoge premies. Ook hoge premies. En ook, hoe zat dat in elkaar? Ik zeg maar iets tot 20 punten. Was dat nog hetzelfde? Maar dan tussen 20 en 30... maal zoveel, 30, 40 zoveel, tussen 40 en 50. Ja, dat is een beetje hetzelfde systeem. Hè. Ik kan alleen niet goed inschatten, €700 per punt, is dat veel, is dat weinig? Dat kan ik niet goed zeggen. Ja, dat is, ik denk dat dat gewoon gemiddeld is in eerste klasse. Want we hebben ooit een contract van een Anderlecht-speler, die heeft eigenlijk niet naar Anderlecht gegaan ingekeken, en die kregen volgens mij €1000 per punt, bovenop een al stevig maandloon, denk ik. Dus hoe komt het dan dat dat bij Union wel werkt, dat premiesysteem, en bij niet alle andere ploegen wel? Niet. Ja, ik denk... ook gewoon omdat die... Ja, de loon zijn niet... Oké, ik kan niet zeggen dat we slechte loon hebben, maar je moet het hebben van die prijs. Ja, als je dan goed zou winnen, dan heb je wel niet zo'n fijne kerstmaand. Ja, dan heb je een correct loon. Ja. Ja. Maar die premies zorgen ervoor dat je een... Nu, wat is het? 34 op 36? Ja, dus tegen Gent spelen we dat gelijk. Dus dat waren we wel onthold. Want de volgende match moesten we dan voor €700... Maar dan willen we winnen, dan direct weer naar die dubbele bonus. Maar het is dus per twee wedstrijden dat je wint, krijg je een dubbele bonus? Ja, dus het is niet dat als je er drie wint, dat je maal drie gaat? Nee. Okay. Dus het gaat tot dubbel. Ja. Dus €700 per punt. En als je wint, ga je naar €1400 per punt. En daar blijft het op. Ja. Ja. Dus zolang dat je wint, krijg je... In Europees is het nog ietsje meer. Is het dan ook in topwedstrijden meer in België? Nee.
Dat is moeilijk om vast te leggen in een contract waarschijnlijk. Nee, dat is alle wedstrijden in België zijn hetzelfde en alle wedstrijden Europese ook. Maar ze komen ook een keer niet zeggen, jongens, vandaag al, het is nu bijvoorbeeld tegen club Boxing Day. Kerstcadeautje. Het is misschien een ideetje voor Philippe Boermans als hij luistert. Maar. Nee. Maar ik denk ook niet of, dat wij. Ik denk dat het al mooi is. Dat we, dat die dubbele bonus al mooi is. Ja. Dankbaar, jongen. Dat is mooi. Kun je snel rekenen? Nee. Waarom? Wat ik ook heb gehoord, is dat ze aan spitsen geen premies per doelpunt geven. Want dat. Tente van Zijer dat ooit had gevraagd, of zijn makelaar zal dat geweest zijn, maar dat ze dat ook niet doen. Ja. Vind ik ergens ook maar wel mooi. Dat vind ik logisch. Het is niet bij alle ploegen zo. Nee, maar ik vind dat verkeerd. Dat vind ik geen goed signaal. Je spitsen belonen met aantal doelpunten, dan krijg je toch, ja, op de een of andere manier, ga je toch een keer zelf naar de goal trappen als er een andere vrij staat die je makkelijk kan binnentrappen. Ik denk dat helemaal goed in elkaar zit bij Union op vele vlakken, als je dat zo hoort. Hè. Absoluut. Over spitsen gesproken, we hadden net hier voor de opname even over Victor Boniface. Die heb jij nog heel kort meegemaakt bij Union. Had je toen al meteen door van, ja, die gaat ook in Duitsland potten breken? In het begin niet echt. Maar toen, ja, dat was zowel, die kon zo snel de knop omdraaien. Zo van, ja, vandaag heb ik koesting. En dan was er eigenlijk, dan was er geen stop aan. Ik weet nog een training, kleine partijtjes. En daar zag ik aan bezig. En toen zei ik wel, toen was ik echt blij dat hij in mijn ploeg zat. Dat je niet tegen moest spelen. Dat was echt, die dribbelde en ja. De bal was eigenlijk ongrijpbaar. Ik denk ook als hij de bal heeft, die houdt iedereen zonder enig probleem weg van die bal. Hè. Wat er ook was op training, ook, dat ik ook ondervond, bij sommige spelers weet je van, kijk, nu gaat hij een crochet doen en dan gaat hij trappen. Maar die was zo, die kon een crochet doen. En dan denk je, je gaat nog een crochet. En dan denk je, en de tijd dat je al je been zet voor af te blokken, dan ja, dat was zodanig, die dribbles waren zo snel en vloeibaar en ja, je zag dat wel. Hij is wel goed vervangen, moeten we zeggen. Amore doet het heel goed, Nielsen ook. Je hebt dan nog Rodriguez. Toch trouwens dat Union altijd bij die spitsen uitkomt. Eckert Ayensa inderdaad ook nog. Ja, ze hebben vier spitsen die goals maken. Dat is een luxe. En dan Puertas die helemaal onbolstert. Mogen we wel zeggen. Ja. Met Castromontes vind ik ook een goede aankoop. Want ja, Nieuwkoop die heeft nog twee matchen gespeeld. Hè. Voor Union dit seizoen. De eerste twee matchen was hij daar nog bij ook. Hè. Ik heb een keer gelezen dat jij je in het begin afvroeg, toen je er was, je zag iedereen maar weggaan. Hoe gaan we dat hier eigenlijk doen? Ja, inderdaad. Ik zei, we moeten toch nog met Elfsen om. Nee, maar inderdaad, ik weet nog, ik was eigenlijk naar Union gekomen, ook met het idee van, om een keer wat te spelen voor de prijzen, om wat hoger te spelen. En ik weet nog dat ik zag iedereen vertragen en ik zei tegen Anto, Maurice, ik zei, wat is dat hier? Want ik weet nog toen ik kwam dat Chris vertelde tegen mij, het gaat wel wat spelers vertrekken, zei hij. Dus wel wat. Ja. Dus ik had hem, misschien 4, 5, dat is al veel. Heel de ploeg weg. Dan denk je, heb je ooit zorgen gemaakt en gedacht van, ik ben wel naar hier gekomen om voor de prijzen te spelen en... ik krijg hier van onze producer een bedrag op een blad, 52.500 euro in België. En waar gaat dat over, meneer de producer? De premies. Over de premies. Ja. Bedankt voor het snelle rekenwerk. Zo snel was dat ook niet. We maken nu een andermaalse rekening, dat is niet zo fijn natuurlijk. Nee, inderdaad. Maar je moet al de wedstrijden al gestart hebben, daarvoor. Dat valt nogal mee. Waar zaten we nu weer? Want nu ben ik met de kluts helemaal kwijt door dat wit papier. Hele ploeg vertrokken was, wat je zorgen had gemaakt daarover? Zorgen. Chris O'Loughlin is ook zo iemand die babbelt altijd met heel veel vertrouwen. Dus die zei van, vertrouw mij, van dit jaar gaan we terug een hele goede ploeg hebben. Ja. En die kan zo praten met u, je gelooft hem gewoon. Ja. En dat was ook die zei dat op zo'n manier.
En toen, ja, maar inderdaad, als je iedereen ziet vertrekken, dan denk je ook wel, omdat ook die eerste matchen speelden we heel goed, vond ik. Mm-hmm. Ook met Senna naast mij. En dan ook Bart, Nieuwkoop. Ja, Nieuwkoop, ja. Senna is ook nog een ja, omdat Bart was ook iemand die was, die bracht zo schoen in de ploeg. Ja, dat zie je ook wel. Ja, en dat was ook, die stond op zijn kant. En dat was in één tijd terug naar binnen en dan die one touch diep. Dus voor mij was dat, ik wist perfect wat ik moest verwachten met Bart. En ja, dan Bart weg en Senna weg. Ook, ja. Dus ja, ik herinner me dan dat ik op X aan het scrollen was. Dat ik dan zo een ding zag van Frank Kraas bij Frank en Frankie. Van nu doet Union toch wel zeker niet mee voor de titel. Hallo Frank. Hallo. En ik dan, ja, maar ik heb de podcast niet beluisterd, maar ik zag dat dan. En dan zo op X bladwezer opschalen. Nog een motivatie voor. De dingen was de motivering, was inderdaad zoals jij ook net zegt. Hè, zoveel spelers weg. Van ja, nu gaat het toch echt moeilijk zijn. En het is eigenlijk alleen maar, nu al ongelijk maar beter. Het is alleen maar beter. Ja, want je had deze zomer ook de kans om naar een andere ploeg te gaan, naar A-Gent. Ja. En je hebt zelfs gebeld met de coach van A-Gent. Ja, dat klopt. En wat vertelt hij dan zo, om je te overtuigen naar daar te komen? Ja, vooral hoe dat hij mij ziet en zijn systeem. En dan ook, ja, wat het was net die fase gebeurd met Buchanan die de elleboog gaf. Ja, dat is waar. Ja. Dus ja, dan is het daarover wel uitgeweid. Zelfs tegen nu op dat moment. Ja, ik dat hij alleen tegen journalisten is, ook tegen potentiële dus, spelers van hem. Dus daar, ja, en dan vroeg hij ook wat mijn mening. En dan ja, vooral hoe dat hij mij zag en zo. Maar ik was dan ook wel eerlijk tegen hem, dat ik zei van dat misschien nog net dat tikkeltje te vroeg was om naar een topploeg te gaan eigenlijk. Dat misschien nog... Is dat boven Gent nu? Nee, maar ik bedoel dat misschien nog een half seizoen in 1A spelen bij Cerco bijvoorbeeld, om dan de stap... en die zei wel ja, dat hij geloofde in mijn potentieel. En dat hij wel, ja, dat hij... Ja, hij zag iets aan mij. Zo blijkt, ja. Maar ja, als je nu ook terugkijkt... het middenveld van Gent is ook Kums die top en die top speelt. De Saar is ook top. Dus wat je wel hebt, ze hebben heel veel matchen. Dus, en zo ben ik eigenlijk ook naar Union gekomen. Mm-hmm. Met gedacht van er zijn heel veel wedstrijden. Ook al begin je niet in de ploeg. Want dat was ook. Je traint wel, je speelt wel voor vaste basisspelers, vaste titularis. Maar ook al ben je dat niet. Dan zijn er toch, ga je toch zeker 15 à 20 matchen spelen op het seizoen. Omdat je zoveel wedstrijden hebt. Het beker, hebt Europees, hebt competitie. Dus dat was eigenlijk mijn insteek. Ja. Je bent een heel loyale speler volgens mij. Ik denk dat je ook nog altijd wel een beetje Cercle Brugge supporter zult zijn, diep van binnen. Hoe moeilijk vond je dat om daar te vertrekken? Ja, dat was niet makkelijk. Omdat je... In feite dat je nog niks anders gekend in je carrière. Nee. Dus je zit daar in de comfortzone. En je zit daar heel graag. Je weet wat dat er gaat komen. Je weet wat dat er, hoe dan de trainingen zijn. Je weet de mensen die daar werken. Dus dan uit die comfortzone stappen. Dat was even misschien wel wat verschieten. Maar nu, ik heb me nog nooit beklaagd. Maar je kon bijtekenen? Of? Ja, er was maar, een... Maar het was gewoon, het aanbod was niet goed genoeg. Ja, inderdaad. Het was om te lachen. Heb ik een stuk van collega Valerie van Habermaat. Dat was misschien wel gevreemd, maar... Ah, okay. Sorry, Valerie. Nee, en inderdaad, het was... ik had het ook gezegd, als jeugdspeler binnen ploeg, dan zijn je meestal al niet waard betaald. En ik vond dat ook niet erg, want ik begreep dat ook. Want Cercle had mij ook de kans gegeven en zo. Ja. Maar toen verwachtte ik wel van, oké, nu heb ik toch wel bepaalde dingen getoond. Dat ze mij een mooie... Nee, dat mag niet het argument blijven. Nee, op wel. Op het moment dat je getoond hebt wat je waard bent, oké, dan... Maar ook gewoon het feit, omdat je zag omdat ik zag wat ik bij andere ploegen kon verdienen. Ja. En als het verschil zo schrijnend is... Wist je dat ervoor echt niet? Voordat je zelf met een transfer bezig was? Had je dan geen idee van wat andere clubs betaalden? Ja, je hebt altijd wel een idee, maar... Ja, dus, bij veel ploegen is dat zo uiteenlopend. Dat er een speler bijvoorbeeld 3 miljoen verdient en dan een andere speler 100.000 bijvoorbeeld. Dus, de verschillen liggen zo hoog dat je dat... Maar het gemiddelde, denk je weet wel...
het gemiddelde en daar baseer je wel op. En ook, ja, je babbelt ook. Bij Cerco was ik kapitein soms. En dan babbel je ook met andere spelers en weet je ook soms wat dat anderen verdienen. En dat was ook soms mijn frustratie, dat ik wist wat dat anderen verdienen en wat ze mij maar wilden geven. Ja. Ja, dat vooral. Mm-hmm. Ja. Nee, maar je hebt de juiste keuze gemaakt. Dus inderdaad, ja, dat is een beetje het probleem van elke jeugdspeler bij een club. Ik denk dat Samoise, is daar ook al een keer over gegaan in een of andere podcast, hetzelfde ervaart. Ja. Heb je veel contact met mensen bij Cirkelen? Ja. Je komt er zelfs nog op de club in? Ja. Soms komt er nog pakjes toe. Van mij. Dus je laat die leven daar? Nee. Dus die komt toe. Like bijvoorbeeld dan schoen van Adidas die daartoe kwam. Okay. Dus ik ga er dan om. Of bijvoorbeeld een brief dat ik kreeg thuis van het AZ Sint-Jan. Dat ik een keer ben moeten gaan. Achterstallige betaling. Dan kom ik dat binnenbrengen. Nu de bekermatch. Cercle Zulte Waregem. Robbe speelde mee met Zulte. Ja. En ben dan daarna in de kleedkamer gewoon. Ja, nu ook Union Cercle. Maar ook achteraf in de kleedkamer van Cercle. Ja, dus dat moet kunnen, vind ik. Ah, ja, tuurlijk. Ja. Het zijn ook niet erg zullen vinden. Maar het gevoel als je nu tegen Cercle moet spelen. Want ik herinner mij nog mijn eerste keer met club tegen RWDM. Ja. Ik vond dat zo raar, man. Ja, dat is raar. Ik kon dat niet in mijn hoofd zo van, oei, nu moet ik hier tegen die jongens spelen. Waar ik al van beide scholieren met voetbal. Ja. En nu moest ik daar ineens gaan tegenvoetballen. Ik weet nog goed dat in mijn hoofd, wat is dat? Dat ging niet. Ik speelde gewoon slecht. Ja. Zouden jullie juichen? Wat zeg je? Zouden jullie juichen als je scoort? Ja, dat wel. Kan die zo klein? Allee. Uit een natuurlijke reflex, denk ik. Ja, maar ik denk het niet. Nee? Te veel respect. Dat is nu een beetje de mode. Ook. Ja, dat is nu zo. Niet juichen, want ik heb daar... Modegevoelige speler. Ik heb daar ooit nog gevoetbald. Ja. Je hebt ook nog een WhatsApp-groepje met een paar ex-ploegmaat. Klopt. Met Olivier de Man en Thibaut Sommer. Olivier de Man en Rob de Koster. Thibaut Sommer is niet welkom. Thibaut hoor ik ook naar jouw mate. De West-Vlaming. Ja, de West-Vlaming. Ja. En dat is dan om te horen hoe ga je nog met elkaar creëren. Ja, die insider van in de kleedkamer soms. En Oli ook in Bremen nu. En dan vragen we gewoon van en hoe was de match? En we proberen veel matchen van elkaar te bekijken. Ja, en toch nog te zeggen wat we ervan vinden. Ja, eerlijk, we zijn altijd eerlijk. Dat is mooi. Wat zegt hij over Bremen en over de Duitse competitie? Ja, dat het wel een niveautje hoger is. Zeker ook dat daar iedereen fysisch heel sterk is. En dat ook qua techniek, dat iedereen wel goede basistechniek heeft. Ja. Dus dat zegt hij wel. Ja. Ik heb toch nog een paar luisteraarsvragen. Dimitri van Brugge die zegt, vraag hem eens naar de Charol-vrienden. Ja. Wie zijn dat? Dat is een Maarten en Dimi, twee supporters van Cercle. Dus mijn eerste wedstrijd was in play-off 2 tegen Kortrijk. Ja. En dan achter de match ben ik op het plein van Kortrijk daar, de kouter, nog iets gaan drinken met mijn familie. En zo aan de praat geraakt. En zij zijn van, als je doorbreekt, dan gaan we een supportersclub oprichten. En zo geschieden. Ze hebben woord gehouden. Ja, dan ook een supportersavond georganiseerd. In het Hoeksje en Jabeke. Je kent café in West-Vlaanderen? Ik ken het niet, maar blijkbaar heel goede spaghetti. We zullen een keer moeten langsgaan. Dat was echt goede spaghetti. En dat was ook de favoriete spaghetti van Miguel van Damme. Okay. Dus daar komt je nog vaak dan? Ben niet meer veel in Brussel. Maar Maarten stuurde mij eens om een keer met Kiana, dus de vrouw van Miggy, nog een keer een spaghetti te gaan eten. Dat zou wel mooi zijn. Heb jij er nog veel contacten met de vrouw van Miggy? Ja, regelmatig. Nu is het al wat geleden. Ja. Maar we horen elkaar wel. Ze was ook op mijn verjaardagsfeest en zo. Okay. Dat was echt wel een goede vriend van u. Ja, toch wel. Zeker ook omdat in die periode waren er heel weinig Vlamingen in Cercle.
Dus hij had niet echt de kans om uit te kiezen met wie dat je overeenkomt. En ja, dat was ook een gast, ja, gewoon een topgast eigenlijk. Down to earth, zo'n harde werker, ja. Perfectionist. Kon ook niet eens een verlies. Kaartspelletjes, dart, biljart. Dus vaak. Ja, kaartspelletjes wel, maar biljart. Kon hij goed biljart? Ja, hij was echt... Frankie ook? Maar ja, alleen mocht alleen maar die dat die scoort. Ik wil dat maar vast mogen vastleggen. Nee, ja. Maar ja, dat was echt... zijn vrouw, Kiana, vroeg dan ook of ik wou lezen op zijn begrafenis. Mm-hmm. Maar ik zei dat liever niet. En dan, dan had Miggy blijkbaar gevraagd of gezegd van ja... ik zou liever hebben dat Charles babbelt. Wow, die kan goed babbelen. Dus ja, dan toch gedaan. Ja, toch gedaan. Ja. Ja. Is je dat van heel dichtbij meegemaakt? Heel de ziekte, heel dat gebeuren? Ja, toch wel. Omdat... een aantal, dus denk 2 dagen voordat hij euthanasie heeft gepleegd, zijn we nog bij hem thuis gegaan. Dus ja, dat was wel redelijk zwaar. Dat was dan Robbe, Brian van Bussen en ik. Dus ja, dat was echt wel zwaar. En dat is ook typisch Miggy, die zegt er dan niks over. Dat is lijkt dat een normale dag is. Ja. Dat was eigenlijk het meest speciaal dat ik vond, omdat je weet dat er aankomt en je weet ook het uur en zo. En dan je kan al niet slapen. Nee. En dan die ochtend erna sta je op, ja, de media staat vol. En je wist het eigenlijk en toch pakt dat je zo hard. Ja, dan komt er nog altijd heel zwaar. Ja, daar was ik eigenlijk... ook van verschoten dat je raakt, ja, maar dat je het eigenlijk weet en dat je toch nog zo emotioneel bevangen zit eigenlijk. Dat was echt dat kwam zo hard binnen. Ik weet dat nog. Ik weet dan nog dat ik die route naar Brugge van Kortrijk, dat ik gewoon heel die route met tranen in mijn ogen en aan het ween. Denk er nu nog heel vaak aan als je op een veld staat eigenlijk? Op een veld niet, maar wel als ik opkom, dan denk ik altijd aan Miggy. Dan vraag ik gewoon voor steun. Ja, steun voor de wedstrijd te winnen. Dus ja, dat wel, maar tijdens de wedstrijd niet. Nee, of soms toevallig als ik kijk naar het scorebord, de 16e minuut, dan zou ik soms een keer zeggen van... Klap je mee dan? Als het cirkel niet is? Ja, dan klap ik mee. Dan klap ik wel mee. Zou ook wel heel fier zijn, denk ik, op wat jij nu aan het doen bent bij Union. En Kiana stuurt dat ook altijd. Als ik zo... dan stuurt ze een bericht van ja, er zou eentje heel fier zijn op u. Dus dat is wel mooi. Dat wel deugd. Ja, ik durf mijn volgende vraag bijna niet stellen, omdat ze iets vluchtiger is. Maar Michael van Varenberg, collega van Frankie bij Eleven, die vraagt, hoe heette de Bulldogs van Ross Sykes? Weet jij meer? Nee. Hij blijkbaar wel. Ik heb die ook zien passeren, die vraag er straks op X. Heeft hij wel een hond, ja toch? Ik weet niet. Voor mijn slechte ploem houden. Ik kan ook wel een slechte vraag zijn, ik moet niet per se aan u liggen. En net Niels van Luchenen, of Luchenne, ik ben niet zeker. Je kent hem. Ja. Dan had je de vraag misschien wel kunnen beantwoorden. Ik vond het een speciale vraag. Ken je het liedje Klik Klak van Ralf uit Junior Eurosong? Wat is daar? Dat zijn 2 broers, Niels en Glenn, diehard RCA-fans. Ik ben nog mee geweest met hen aan een fandag van RCA. Gewoon voor hen, niet omdat ik supporter ben van de Anderlecht. Blijkbaar, ik heb dat dan echt gezien, dat is echt met randanimatie. Dus veel activiteiten, techniekparcours, trappen op doel en zo. Dus daarom was ik eigenlijk mee. En ja, we gingen daar veel, mijn broer en ik gingen daar veel bij hun thuis. En dat was dan net Klik-Klak van Ralf die het Eurovisie Song had gewonnen. Dat was eigenlijk, en dat is heel onze jeugd blijven meegaan. Ja, ik ken het zelf niet, eerlijk gezegd. Maar de mensen kunnen het, als op YouTube zitten, misschien ineens opzoeken in de zoekbalk. Het is redelijk bekend. Ja. Okay. Nog 1 vraag van collega Jonas Witoek, ook een luisteraar, die vroeg wat dat de bedoeling was van je YouTube-kanaal. Want je hebt een eigen YouTube-kanaal ook. Ja. Dat was voor mijn trainersdiploma, verbonden met mijn richting lichamelijke opvoeding. Moesten we in corona bepaalde training afwerken. Dus dat moest met beeldmateriaal zijn.
Dus ja, toen heb ik een YouTube-account, filmpjes opgenomen. Zo basisoefening, zo binnenkant voet en linkervoet spelen en zo. En dan ja, dat daarop gezet. En nu staat het er nog altijd op, maar ik zou best kunnen dragen. Ja, je zou ook kunnen overwegen om er nog dingen bij te zetten, hè, nu dat je bij Union speelt, ja, dingen die je daarbij leert. Ja, ik ben er niet zo erg mee bezig. Zou dat uw roeping geweest zijn als je geen prof werd geworden? LO-leerkracht of zo dan? Of? Ja, LO-leerkracht. Ik denk misschien trainer ook wel. Ja. Of misschien in de toekomst wel trainer. En je merkt nu ook al wel hard dat je veel met dat tactische bezig zijn. Ja, toch wel. En zeker ook ja, omdat ik op een positie sta op het veld, dat je moet... en dat komt ook met ervaring, dat je moet bijsturen wanneer het niet goed loopt. En dat vind ik een van de moeilijkste zaken in de wedstrijd. Als het niet goed loopt, dat je moet direct iets omdraaien, zodat je toch opnieuw in de wedstrijd kunt zitten. Want vaak is het makkelijk om na de wedstrijd een analyse te maken en dan te zeggen van ja maar daar liep het niet goed en dat dan we moeten veranderen. Ja, het is te laat. Ja. Ja, in de wedstrijd moet je kunnen. En nu begint dat wel meer... Is dat geen sterk punt van blessing of... Maar ja, het loopt niet zo vaak. Nee, dat is een voordeel. Maar inderdaad, die kan wel... Dat is misschien een negatieve vraag, maar zo bedoel ik het niet. Maar als het een keer niet goed loopt, is Blessing daar dan snel mee oplossen? Ja. Dat bedoel ik, dat is eigenlijk de vraag. Die komen echt ook in de rust. Dat is ook nu in de rust kom je, dat is de computer aansleunen op de tv. Ja. Je ziet heel dat veld, al de spelers, en dat is gewoon van, kijk, hij moet hier, en dan het bord ernaast. En dan is dat gewoon van, hij hier was schuiven. Vaak ook omdat ik daar alleen sta voor de verdediging. Ja. En dat er daar toch wat ruimtes zijn, dat we wat moeten aanpassen soms. Ja. Ik zei het al in het begin van de aflevering, de kerstperiode is aangebroken, dat is ook te zien in onze studio en op mijn t-shirt. Het is traditioneel ook de periode dat de Pro League een kerstactie organiseert ten voordele van United Belgium. Bij Union kun je naast de truitjes ook bieden om de aftrap van Union RWDM te geven. Dat is misschien iets voor u, Frankie. Ja, we zullen samenleggen met de luisteraar. Even zo over nadenken. Die kerstactie van de Pro League loopt van 15 tot en met 13 december en een link naar het veilingsplatform kunnen jullie vinden in de beschrijving van deze aflevering op YouTube. Ben jij een verzamelaar van truitjes, Charles? Ja, toch wel. Allee, verzamelaar niet echt, maar als het echt een match is dat ik een truitje van wil, dat wel. Mijn broer zit er serieus achter. Die is, achter uw truitjes dan? Ja, die zegt van ja, truitje vragen na de wedstrijd. Maar ik ben er niet zo echt mee bezig. Maar nu begint dat wel. En wie heb je er allemaal lang? De Ketelaren, dat hij bij club was. Ja, Richie De Laat. Ook, van, ook mooi. Ja, ook mooi. Anders? Nu Tsimikas van Liverpool. Ah ja, van op Liverpool. Dan Dallinga van Toulouse heb ik ook. Dat is ook een leuk. Kums heb ik ook een truitje. Van Eno heb ik ook gewisseld. Dat was eigenlijk wel grappig met Van Eno, want die vroeg achter een match, ja, Charles, gaan we een truitje wisselen? En we wisselen de truitjes, maar ik heb large en Lucas heeft smal. En ik wou dat truitje aan doen en het was op tot hier. En daarna stuurde Lucas een bericht naar mij. Toen dat ik u zag staan met dat truitje, heb ik beslist om terug in de gym te kruipen. ik vond dat wel goed. We zullen content zijn bij Westerlo. Wij mogen trouwens ook een cadeautje weggeven in deze aflevering. Ik zal het er eens bij nemen. Het zou in deze zak naast mij moeten zitten. Oei, dat is het verkeerde, want het moet normaal gesigneerd worden. Ik vrees dat onze producer zich vergist heeft en een truitje van Anderlecht heeft ingestoken. We mogen dat achter u anders pakken. Er ligt er eentje van Union. Een wit. Wat is uw favoriet? Want ze hebben er drie mooie, hè, bij Union. Misschien toch wel blauwe vind ik heel mooi. Geel, hè. Ja, het hele. Ik vind witte het mooiste. Geel en blauw. Want blauwe spelen we enkel op verplaatsing Europees. Nee. En we hebben nog in één keer gewonnen. Dus, blauw niet. De mensen die het willen winnen, die mogen reageren onder deze aflevering op YouTube en ook het kanaal van het Nieuwsblad volgen op YouTube. Dan gaan wij het truitje verloten. We gaan dat zelfs ook nog laten signeren door Charles na de aflevering. Dan zijn we stilaan rond. Wat heb jij nog vragen, Frankie, in uw grote boek? Nee. Geen boek bij vandaag. Ik heb geen echte vragen meer. Ik heb er een aantal gesteld die ik wilde stellen. Goeie vraag. Misschien nog eentje. Clichévraag. Ga je nu... Zijn er bepaalde zessen die je in doog houdt? We hadden het straks over Busquets. Dat was een slechte vraag van mij. Je hebt Rodrigo bijvoorbeeld van...
Of zijn er nog zo spelers dat je zegt, ja. Of, kijk daar nu meer naar dan vroeger? Ja, toch wel. Ja. Vooral, ik zoek vooral naar zessen die ook alleen staan. Ja. Omdat ook in België wist er mij nu een vriend te vertellen van dat er eigenlijk niet veel zessen zijn die alleen staan in balverlies. Je hebt heel veel ploegen die eigenlijk met twee buffers voor de verdediging staan. Maar dat heeft ook te maken met de speelstijl. Ja, dat heeft ook, jullie spelen met een aanvallende driehoek, omdat jullie ook snel druk willen zetten. Dat klopt. Club bijvoorbeeld speelt nu meer met twee zessen, omdat ze ook vaak organisatorisch niet meer doen. Vooral geen goals willen pakken. Ja, dan. Dat klopt. Een lager blok. Maar dat is soms de afweging dat je moet maken. Van, gaan we nu wel we hoger de bal recupereren of willen we organisatorisch wat beter staan. Ja. Maar bijvoorbeeld Kimmich met Bayern staat ook vaak alleen voor die verdediging. En bij hem is dat nog anders, omdat zij spelen met vier achteraan. Ik speel met drie eigenlijk. Dus als zijn backs hoger gaan, voor hem is dat soms nog moeilijker, omdat ik nog altijd drie buffers achter mij heb. Ja. Als die twee backs mee zijn, dan... Maar ben jij degene die ook het moment vanuit je positie van druk zetten aanstuurt? Die het signaal geeft van oké, nu? Of... Meestal begint dat bij de spitsen, maar het is vaak zo dat maar ik... Jij moet mee. Jij moet mee. Ja, ik moet altijd mee. Ja. Het is vaak zo dat ik roep naar Lazar, van, omdat Lazar eigenlijk meestal die uitstapt, dan roep ik van nu wel, of blijf maar. Ja, dus ik vind een goede speler, maar een beetje een rare zo. Weet, allee, die indruk geeft hij mij niet. Hij heeft een rugzak, volgens mij. Ja, is hij makkelijk te sturen, zo, te coachen? Ja, toch wel. Ja, echt ook een topgast. Ja. Dat is eigenlijk zijn bijnaam is Tonton. Ja. Dus de onkel binnen de ploeg. Ja, de onkel zo. En. Maar ik heb zo de indruk bij hem bijvoorbeeld. Jij staat nu op 4 gele kaarten. Je moet opletten of je speelt niet tegen club. Als hij op 4 gele kaarten zou staan, dan ben je er bijna zeker van. Hij gaat niet spelen tegen de club, snap je? Op die manier. Let op. Vergis ik mij daar zo erg in? Ja, misschien wel, maar ik weet niet hoe. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar die kan wel, let op, dat is ook wel goed bij Union, dat we vaak na de match zitten we vaak samen na de match en ook in de week na de wedstrijd bespreken we vaak de fases met elkaar. Daar kon je misschien wat rapper gespeeld hebben of daar was de ruimte. En dat is wel goed, omdat je dan zo elkaar aanvoelt. En dat is ook zo over fases waar dat we doelpunten tegenkrijgen of hele kaarten. Bijvoorbeeld dan tegen Lazar, dat je zegt van die hele kaart was misschien onnodig. En dan, die is ook heel begrijpbaar. En die staat ook echt open voor verbetering. Ja, wat hij heeft allegheid met naar Tubize te gaan. Misschien een atypisch parcours afgelegd, maar hij ook. Ja, absoluut. Ja. En we lachen ook vaak omdat die zet dan soms op zijn verhaal op Instagram bepaalde quotes zo van... uit de Bijbel of zo? Nee, echt quotes van bijvoorbeeld bij Charleroi moest hij niet meedoen. En dan zet hij merci à Charleroi. Echt? Of dan ook bijvoorbeeld in het begin dat iedereen wat sceptisch was over Union misschien. Dat hij zei, oké, het is nu al, alleen in het Frans dan, het is nu al, we gaan van bijna degradatiekandidaat tot toch meedoen, voor de titel, voor de prijzen. Allee, dat gaat jij ook doen met je quotes van Frank Raas in Shotcast? Nee, misschien. Goed, mijn laatste vraag is tactisch iets minder diepgaand, maar wel minstens even cliché. Wat mogen we nog wensen in 2024? Gezondheid goede gezondheid voor mijn familie en vrienden. Veel sportieve successen. Een titel of zo? Ja, hopelijk een prijs. Maar gewoon een goed seizoen waar ik mee blijf ontwikkelen. Waar we het collectief goed doen. Ik wil vooral veel plezier halen. Wat ik nu wel doe, het voetbal. Ik vind dat heel belangrijk. En ik denk dat dat wel misschien mijn eerste punt is. Veel plezier in 2024.
Dat is hem gediend, hè? Ja, ik hoop dat dat allemaal mag uitkomen. Ik hoop het ook. Voilà. Ik hoop met jullie mee. Ik ga jullie dan bedanken. Bedankt, Frankie. Bedankt, Charles. Bedankt aan al die mensen achter de schermen om ons te ondersteunen. Het zijn vandaag toch Guillaume, Seba, Elisabeth en nog wel wat anderen, denk ik. Aan de mensen, bedankt om te luisteren. Beluister in de feed van Shotcast ook zeker onze andere specials. En tot volgend jaar.